Hoop is om niet toe te geven aan de angst die je voelt. Hoop is om te blijven geloven dat het mogelijk is dat je je kind behoudt. Op het moment dat je hoort van kanker, dan ja, heb je meteen zoiets, dit kan niet. Mijn kind heeft nog zoveel in te brengen in het leven. Die moet nog zoveel betekenen voor anderen. Dit mag niet het einde zijn. Hier bij de Samenloop voor Hoop. En dat is een evenement wat georganiseerd wordt om kankerpatiënten te steunen en ex-kankerpatiënten. En op deze manier willen we ook daarmee aandacht vragen voor de ellendige gevolgen van kanker. En dat doen we door een feest van hoop, een feest van het leven. Dus er is wel aandacht ook voor de moeilijke kant vanavond bij de kaarsenceremonie. Maar we willen vooral het positivisme van de mensen met kanker benadrukken. Je bent een held voor ontzettend veel mensen. Maarten, waarom doe je dit? Ja, ik heb afgelopen jaren, 8 jaar geleden, leukemie gehad zelf natuurlijk. En ik heb me steeds meer gaan beseffen, de behandeling die ik heb gehad, die stamceltransplantatie, ja, die is ontstaan door het goede werk van KWF Kankerbestrijding, door dit soort acties waar mensen geld inzamelen. Ja, zo leuk. En overal die sfeer en het is wel heel, heel bijzonder. En ik heb dan het geluk dat ik overal even mag zijn. En even mag ruiken. Ja, wij moeten vieren. Dat kun je nooit meer wassen hoor. Het is toch wel heel indrukwekkend. Een beetje emotioneel ook. Maar we hebben het wel goed met elkaar ervaren. We lachen veel met elkaar. En dan is dit natuurlijk de andere kant. Dat is ook heel belangrijk. We hebben een schema gemaakt. Dat hebben we daar. Een heel loopschema. En we hebben iedereen zoveel mogelijk een eigen plek laten indelen. Ja, daar kom ik aan hoor. Maar wat doet de poortje? Ik loop gewoon door, ja. Hè? Totdat ik op mijn knieën loop. Ja, dochter liep mee. Ja. Ik heb een dochter van 13 en toen zij 10 was, is er bij haar acute leukemie gediagnosticeerd. En zij is vorig jaar 5 mei heeft zij bevrijdingsdag gehad. Ze is zo'n ongelooflijk dappere strijder. En om haar dan hier te zien lopen van jongens, kom erop, ik ben er nog, ik doe nog mee in het leven. Ja, dat is fantastisch. Ja. Het is gewoon heel speciaal en iedereen steunt je. Zo, dat iedereen laat zien dat ze er voor je zijn. Dus dat is gewoon heel gaaf dat iedereen gewoon komt en dat iedereen meeloopt. Dat is heel erg leuk. Als je hier bent, dan denk ik dat je een hoop mensen ook een steuntje in de rug geeft, alleen maar omdat je er bent. Ik denk dat die mensen gewoon ook heel veel steun kunnen gebruiken, natuurlijk van hun naasten. Maar als ze zien dat ook wildvreemde mensen ook zich inzetten, nou, ik zou dat zelf dan ook wel heel, heel fijn vinden. Zo'n dag als vandaag kan ze bieden dat zij gehoord worden, dat er rekening met ze gehouden wordt, dat ze steun ervaren, dat er saamhorigheid is, dat ze er niet alleen voor staan. Dat we weliswaar niet mee lijden, maar wel mee leven. Heel veel mensen, wat ik nu ook gehoord heb, die denken toch stiekem van ja, ik ben de enige. Je weet dat het niet zo is, maar toch voelt het zo dat je alleen staat in die strijd. En dat je het in je eentje moet doen. En primair gezien is dat ook zo. Iemand die kanker heeft, dat is de enige die kan knokken voor dat lichaam, is diegene zelf. Maar door je gesteund te voelen door anderen, kan je makkelijker knokken. En dat geldt denk ik ook voor familie van mensen met kanker. Dus als jij met z'n allen daar loopt, dan denk je, jongens, we doen het gewoon met z'n allen. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja, en dat is fantastisch. Het is zo verwarmend. Ja. Ook best wel emotioneel natuurlijk, maar wel heel mooi. Ja, en waarom dan emotioneel? Nou, vooral omdat je dan terugdenkt aan wat er allemaal is gebeurd. Ja, het is gewoon heel erg mooi. De periode is heel maar geweest, ja. Maar het heeft me ook heel veel geleerd. Ik was voor mijn ziekte bijna een mensenschuwe jongen die helemaal voor de prestatie ging. Ja. En alleen maar dacht, ik wil alleen maar mijn wiskundestudie te goed doen en mijn zwemmen goed. En door het ziekenhuis en door mijn ziekte ben ik wel gaan beseffen dat we elkaar wel heel hard nodig hebben. Ja. Als je het zelf kunt, is dat heel prettig. Maar ja, er zijn altijd momenten in je leven, dan heb je elkaar wel echt nodig. En dan is juist die saamhorigheid heel erg prettig. Ja. En juist die les, als ik hier ben, ja, dan blijf ik herinnerd aan die les. En dat vind ik heel prettig, want ik wil die les nooit vergeten. Nee. Als je daar loopt, laat je zien hoe sterk je bent. En laat je aan anderen zien dat je er nog kan zijn, ook al heb je kanker gehad. Kom maar op wereld, ik leef nog.